Design Essentials Natural Hair Academy Suriname, DENHAS, is het jongste opleidingsinstituut in ons land. Dit instituut is gespecialiseerd in het opleiden van personen om met natuurlijk haar om te gaan. Directeur Beryl Brug van DENHAS geeft aan dat er verwarring bestaat over de term natural hair. Volgens haar denkt men dan meteen aan kroeshaar, terwijl natuurlijk haar kan zijn kroes, krullend, golvend of glad haar. DENHAS is naast een opleidingsinstituut ook vertegenwoordiger van Design Essentials, een haarverzorgingslijn in Suriname met een eigen natural sublijn, zegt Brug. We hebben in de afgelopen 6 jaar dat we actief zijn in Suriname, hebben we opgemerkt dat er heel veel behoefte bestaat aan kennis over natural hair. En we hebben die behoefte geconstateerd bij niet alleen eindconsumenten, dus mensen die hun haar zelf thuis doen, de do-it-yourselfers. Maar we hebben het ook geconstateerd bij professionals, dus dat zij heel graag zich inschrijven voor onze korte workshops met betrekking tot het stylen van natuurlijk haar. En op die manier is er dan ingespeeld op die behoefte en zijn we met die academy begonnen. Brug geeft verder aan dat zowel beginnelingen als professionals zich kunnen inschrijven op de academy. De minimale leeftijd is 16 jaar met een VOJ of VOS opleiding. De opleiding is opgebouwd uit 4 modules. Bij het afronden van alle modules is men een Junior Design Essentials Natural Hair Stylist. Student Yvonne Davids heeft de eerste module met succes afgerond. Ze geeft aan waarom ze voor deze opleiding heeft gekozen. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat het een geheel natuurlijke opleiding is. Dus alle producten die gebruikt worden zijn op natuurlijke basis, geen chemische producten. En ik vond het best wel interessant omdat de meeste kappersopleidingen die gegeven worden tot nu toe, die hebben dit niet. Ze hebben wel dus chemicaliën en dat soort dingen. Dus ik was gewoon heel erg benieuwd in dat stukje van alles op natuurlijke basis. Het is een intensieve opleiding, omdat het ook een opleiding is van 1 jaar. En het is heel veel informatie dat verwerkt wordt. En daarom hoop ik ook op een vervolgopleiding, zodat ik er verder mee kan gaan. Maar dus in een korte tijd moet je heel veel informatie opnemen. En los van dus de bijeenkomsten die we hebben, dan is het dan ook belangrijk dat je zelf studie doet. Om je kennis te vergroten omtrent bepaalde onderwerpen die besproken worden tijdens de bijeenkomsten. Belangrijk is ook dat je je dan goed voorbereidt op de bijeenkomsten. Als je vragen hebt, dan kan je ook meteen je vragen stellen aan de educators. Dat maakt het leren dan ook makkelijker en leuker. Tot zover Yvonne Davids, die de eerste module van de Design Essentials Natural Hair Academy Suriname, DENHAS, met succes heeft afgerond. Ze mocht evenals de andere studenten een certificaat in ontvangst nemen.